Dank u wel. Goedenavond. Allemaal heel hartelijk welkom hier in de zaal en hier en thuis, u daar, bij de 25ste een van de acht. Ik neem aan dat daar vandaan de bloemen, hè? Dank je wel. Erg goed. 3 jaar hebben we het gedaan vandaag voor het laatste in dit seizoen. En ik moet u zeggen, de stemming blijkt op haar best. Mijn pak is groen, de artiesten zijn voortreffelijk en het orkest staat onder leiding van Tony Nolte. Ja, het is ook zijn 25ste. Hè? Dag, dag, dag. We gaan beginnen. Ik ben er een beetje van in de war, hoor. Dat weet ik dan niet. En nou, ik ben erg gevoelig voor rozen. Hè? Dames en heren, we hebben kandidaten. 4 vaders, 4 dochters. Hier komen ze. Ze gaan het vanavond maken. Komt u maar. Zo, eventjes goeiedag gaan zeggen. Ik kan even repeteren, ook voor mezelf, of ik het allemaal nog weet. Lisbeth? Ja? Ja? Meneer Van de... Van de Kruid. Van de Kruid, hartelijk welkom. Els. Dag Els. Dag mevrouw Bommer. De Jong. De Jong, helemaal. Uit. Weidewormer. Weidewormer, hartelijk welkom voor Janneke u. Janneke Meijer. Janneke Meijer, dus dat moet meneer Meijer. Meijer, ja, dat heb ik goed. Ja. Anneke hoor. Anneke. Anneke. Van der Laan. En meneer Van der Laan. Jans. Is er nog voorkeur voor een voorletter? B. B? Hij zegt B. Even kijken hoor. Hier. B. Jansen. Wacht even hoor, dan gaan we lachen. 2, 3, 2, 5. Kan lang duren, hè? Ja, u spreekt met mevrouw Posma. Oh. Geboren Jansen. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Kijkt u naar de televisie? Ja mevrouw, op het ogenblik ja. U kijkt? Ja. Heeft u dan het idee dat u nu op de buis bent? Ja, dat weet ik niet. Ik ben gebeld. Dus. Ik ben Mies Bouwman, als u even kijkt. Oeh, ja. Zeg nou, mevrouw Jansen, als u dan kijkt, hè, kijkt u alleen? Nou, er zit mevrouw Bouwmeester ook hier en mijn man. Oh, mevrouw Bouwmeester. Ja, en ik zei toevallig, Guns en Jansen, misschien word ik wel opgebeld. Nou, u was het dan, hè? Heerlijk. Mevrouw Jansen, moet u eens luisteren. Ja. Er staan hier 8 kandidaten. Ja. Zou u nou eens tegen mij kunnen zeggen wie tegen wie moet spelen? Nou, dat zal ik eventjes dichterbij moeten komen. Nou, u hoeft niet dichterbij te komen. Ja, maar eventjes bekijken de zaak. Ja, hè? Begrijp ik. Kijk. Ik zal het eens even bezien. Even zien. We zullen ze even allemaal aan u laten zien. Nou, 1 man staat daar met zijn dochter. Dat is net een bekende van ons. Ik weet heel niet hoe die heet. Mevrouw zegt, er staat 1 man met zijn dochter. Ja. De vierde van links. De vierde van links. Ja. Dat is voor mij. Mevrouw, is het met die dochter in het geruite jasje? Nee. Naast u. De vierde van links. Nou, die dan, mevrouw, hier? Nee. Nee, u ziet nu de geruite jasje, maar ik sta nu bij... Nou, die vind ik ook goed. Die, ja? Deze? Ja? Die speelt tegen... Ja, waar u nou bij staat. Deze? Ja. Oké. Dat vind ik leuk. Nou, die spelen dan. Vindt u het goed dat die dan in de tweede ronde komen? Dan doen we die andere in de eerste ronde. Oh, ja, zeker. Ja? Zeg, mevrouw Jansen, ontzettend goed. Als u nou maandag ook thuis bent, dan sturen wij u een bloemetje, hè? Heerlijk is ja, dat. Ja, u krijgt een bloemetje van me. U bent, moet ik wel even nog kijken, in welke straat, mevrouw Jansen? Kroeselaan 277 bis. Mevrouw Kroeselaan 200... Mevrouw Jansen in Kroeselaan 277 bis. Mevrouw... Ja, in Utrecht, het gehele Nederlandse volk is u zeer dankbaar voor het oplossen van dit probleem. Prettige avond. U ook. Dag. Veel succes vanavond. Dank u wel. Dag mevrouw. Zoals elke avond, hè. Hoe was het nou? U ging weg. En jullie ook. Ik zie u straks. Hè? Dag. Heb het maar gezellig. Zo. Dat is gebeurd. Nou gaan we eens even opschieten. Klein beetje dicht bij elkaar als het kan. En we gaan even praten met Lisbeth en haar vader. Wat is uw beroep, meneer Van der Kruid? Kleurmaker. U woont waar? In Vlaardingen. Veel kinderen? 3. Allemaal thuis nog? Nee, ik heb er 2 getrouwd. Hobby's? Nou, op het ogenblik vogeltjes. Ja, en wat was het vroeger? Vissen.
vissen. Kijk, als we zo doorgaan, zijn we op tijd klaar, Pieternel. Zo, volgende, de dochter, Liesbeth, ja? Heeft werk? Nee, ik zit er op school. Ja. Maar jij werkt in de derde wereldwinkel. Ja. Vertel daar in het kort eens iets over, want het is de moeite waard om overal te vertellen. Nou, derde wereldwinkel is een winkel die, die informatie verstrekt over de derde wereld. Daarnaast verkoopt hij ook producten, suiker, koffie, thee en zo. En eens in zoveel tijd staat hij bijvoorbeeld in het teken van een bepaald iets. Nu bijvoorbeeld de UNCTAD, wordt nu extra aandacht aan besteed. Nou, daar kunnen we van alles over vertellen. Besteed je daar veel aandacht en tijd aan? Nou ja, eens in de zoveel tijd dus in de winkel en wel eens vergaderingen. En als er eens iets te doen is. Wat wil je laten worden? Nou, ik weet nog niet. Ik wil gaan studeren. Ben je goed op school? Nou, redelijk. Ja. Wat vinden ze ervan dat je meedoet? Nou, iedereen vindt het hartstikke leuk. Ja, de leraar ook? Ja, ook allemaal. Nou, zo, en hoe is het bij u? Heeft zij zich opgegeven? Ja. Ja. U bent er zo gezegd ingetuind. Tuind, oh ja. Gaan we naar dit stel toe. En dat is een stel, Nelleke. Dankjewel, Nelleke, dat je me helpt. Wat doe jij? Ik ben serveerster in Zandvoort, seizoen. Heb je dat altijd willen worden? Nee, ik ben eigenlijk kinderverzorgster. Ja. Maar ik doe het nu gewoon. Ik vind het leuk, een afwisseling. Ben je veel weg? Ja, inderdaad. Het is vrij hard werken. Maar, en je bent verloofd. Vindt hij dat leuk? Ik ben niet verloofd. Oh, sorry. Oh god. Valse informatie. Nou ja, het ligt voor de hand, hè? Ja. Nee, dan is het verder geen punt. Nee. De school afgemaakt? Ja. En hard gewerkt voor deze quiz? Nee, niet zo hard. Ik had weinig tijd. Ja. Dat is meestal de goede instelling, hoor, want je vergeet de rest toch? Ja, dat is ook. Uw beroep? Kruidenier of chef in een supermarkt, laat ik het zo zeggen. Zou u niet graag een eigen winkeltje willen hebben? Heb ik gehad. Ja. Heb ik gehad, maar nu niet meer. Nee. Nu niet meer, nee. En vindt u dat erg? Nee, nu niet meer. Toch wel gezellig, die kleine... Hartstikke leuk. Ja? Hartstikke leuk. Wij willen graag dat u het hele... Komt u maar een beetje naar voren. Dat u het hele menselijke lichaam in elkaar zet. Dat wil zeggen het geraamte. U krijgt van ons een bak met een heleboel botten. Wilt u goed luisteren? Want dat is echt belangrijk, meneer Van der Kruid. U krijgt een bak met botten, maar er zitten te veel botten in. Dus let daar goed op. U hoeft ze niet allemaal te gebruiken als u dat niet wil. Maar u moet zorgen dat er een schitterend geraamte komt te hangen. We hebben het overigens nagemaakt dat niemand de zenuwen krijgt dat dat een echt geraamte is. Maar het is toch nog eng genoeg. U gaat uw gang. Alleen heb ik een jurylid nodig. Is er een dokter in de zaal? Is er een dokter in de zaal? Ja? Nog één? Twee dokter. Wilt u allebei even naar voren komen, graag? Nou, in alles voorzien vanavond, in Janssens, in doktoren. Dag heren, ik sleep u op een wonderlijke manier voor de buis. Dankjewel. Wie bent u? Landsberg. Dag meneer Landsberg. Giesberger. Dag meneer Giesberger, allebei dokter hoop ik. Ja. Heren, mag ik u verzoeken om even weten nog waar u vandaan komt? Zeist. Zeist, en u komt uit? Zeist. Ook uit Zeist. Is er nou nog een dokter in Zeist? Ja, ik dacht dat er nog wel een enkele over was, ja. Uitstekend. Ja, gaat u zitten allebei en bekijkt u de geraamtes. We gaan u straks om uw oordeel vragen. Dank u wel. Ene familie daar, andere familie daar. En nu graag een toepasselijk muziekje, Tony Nolte.
feest is bijna afgelopen. Zie hier de mens, dames en heren. Het is een schitterend gezicht. Wij gaan ze rustig bekijken, heren doktoren. Uit Zeist, mag ik u verzoeken om bij mij te komen en voor zover mogelijk nog iets herkenbaars in deze tegenraamtes te ontdekken. Wilt u komen? Het is een moeilijke zaak, hè? Een zeer moeilijke zaak. Komt u er rustig wat dichterbij? Kandidaten graag even aan de kant een beetje. Wie van u gaat het zeggen? Ik zou zeggen allebei maar. Als u een beetje dicht bij elkaar gaat staan, dan kunnen wij het horen van u. Nou, ik geloof wel, mevrouw Bouwman, dat ze enig talent hebben. Ik geloof dat ze meer talent dan kennis van zaken hebben, als ik dit zo zie. Want ik geloof toch wel dat het een droevige zaak zou zijn als de mens er werkelijk inderdaad zo uit zou zien. Als het op dit moment eruit ziet. Al was het alleen maar vanwege de asymmetrie. Maar het talent is ongetwijfeld aanwezig. Er zit een zekere artisticiteit in deze mens. En ik kan me voorstellen, wanneer ze meer naar de schilderijen van Picasso en soortgelijke mensen gekeken hebben, dan naar wat wij dan noemen de snijkamer en de terreinen der anatomie, dat ze dan tot dergelijke configuraties gekomen zijn. Helemaal gelukkig ben ik er nog niet mee al. En hoe is het met u? De filosofie van het geheel, die mijn collega Landsberg heeft besproken. Nou ja, dat is prachtig, maar ik ben meer als praktisch arts op het functioneren van het geheel. En ik dacht niet dat je hier heel ver mee kwam. Als u nou toch punten hiervoor moet geven, van 1 tot 10, hoe zouden de punten dan uitvallen? U heeft voor hetere vuren gestaan, meneer Landsberg, want u bent toch die ruimtevaartman? Ja, dat ben ik. Ja, daar kennen we u van. Vertelt u eens, wat voor punten zou u daarvoor geven? Ik dacht, mag ik een schaal nemen van 1 tot 10? Zullen we dat dan proberen? Dan dacht ik, het is wat moeilijk, maar laten we zeggen een 6. Erg veel meer durf ik toch echt niet te geven. Bent u het daarmee eens? Een 6 voor die groene? Voor de groene, mevrouw. Ja. Ze hebben het meest opgehangen. Nou, ik wil mijn collega niet afbreken, een 6. Een 6 voor de familie van der Kuit. En het andere, wat dit stukje ongeregeld. Dit is ook een stukje ongeregeld goed, geloof ik, wat hier hangt. Ik zou het criterium willen doen zijn hier, het feit hoeveel heeft men opgehangen. Ja, het is een begin ook, hè? Ja, het was het begin. Ja, het was het begin. Van de kennis van het menselijk lichaam. Ja, ik denk het. Dat dacht ik ook, ja. Want uiteindelijk de onderbenen, die hebben ze allemaal aan de schoudergordel vastgemaakt. En het bovenbeen, dat hangt onder, die dient als onderbeen hier. En verder hebben ze hier dan nog een hand aan de voet gezet. Het lijkt me... Wat zou je ervan zeggen? Hoeveel punten? Een 5. Een 5? Mag het aan die kant zijn? Bent u daarmee eens? Streng, u mag streng zijn, ja? Ja. Okay. 5 punten. Erg mild. 6 punten voor Van der Kruid. 5 punten aan de andere kant. Heren doktoren, mogen we u bloemen geven? Dat krijgt u niet zo vaak. Je zegt tegen een dokter meestal niet blij tot ziens. Maar het was erg prettig dat u er was. Dank u. Dank u, heer. Nou, kandidaat. De stand is nu 6-5. Er kan nog van alles gebeuren in de laatste vraag. We gaan u vragen om daar te gaan zitten en te gaan kijken naar een Nederlandse artiest. Wilt u erop letten? Maar ach nee, dat vertel ik u eigenlijk straks, maar gaat u maar lekker zitten. Dan kunt u het zien. De bedoeling is natuurlijk wel dat u alles goed in u opneemt. Want het zal straks op de een of andere manier zal er een illusie gemaakt moeten worden dat u zoiets dergelijks brengt. U gaat kijken, dames en heren, in de zaal. En dames en heren thuis, naar onze grote clown die zelden op de televisie komt, met kleine fragmentjes uit zijn optreden. U gaat kijken naar Rexus en Zoon. Daar komen ze. We'll be right back.
zitten, spelen. Concerto. Ja? Gaan we een concerto met het momento. En een grote, grande concerto. Ja, oké, maestro. Por favor, grazie tanto. En naar beneden, naar boven. Oké, ik begin, hè. Pas op, hoor. Hier zijn een grote, grande, u heeft het begrepen. Kom eens eventjes bij me, als het kan. Rexis mag fijn op de stoel gaan zitten. Ga je gaan... lekker. Ja, je mag op de stoel gaan zitten, kandidaten, luister. U mag als tweede, u begint. En u gaat een impressie geven van wat u hier gezien heeft. U weet hoe het begint, u weet hoe het ongeveer eindigt. Er zit nog wat tussen. Als u er iets bij wil maken, uitstekend. Als u iets wil weglaten, prima. U zoekt het maar uit. Probeert u ietsje te bereiken van wat een clown kan bereiken. Namelijk een zaal een paar minuten op een erg leuke manier bezighouden. Gaat u ze vast mee naar achteren, u ziet er niets van verder. Maar dan kunt u de jassen aan gaan trekken. Gaat u ook naar achteren graag om eventjes iets van een jas en een hoedje op te zetten. Zodat het geregeld wordt. Dan wil ik verder u nog duidelijk maken, dames en heren, dat die mensen toch wel opdrachten krijgen waar je even u tegen zegt. Ik bedoel, ga er maar aan staan. Maar ik denk wel dat het zal lukken, want als ze eenmaal een jas aan hebben en een hoedje op en zo'n grote trommel om, dan word je iemand anders. Dat is het hele geheim van de clown. Het is nu allemaal al bijna klaar. We wachten met spanning op de grote Nederlandse clown, de heer Van der Kruid en zijn... Die waren er al bij, de heer Van der Kruid en zijn dochter. Ja, komt u maar. Hele goede opkomst, hele goede. Thank you.
Uitstekend! Uitstekend! Dank u wel. En ik zie nu, het is meneer Van der Druijf, dit is meneer Meijer, hè? Ja, maar door de vermomming zag ik dat niet. Intussen is het andere team klaar, krijgt de grote trom om. En let op, Rexis, er komt nog zo'n stelletje. En wat die ervan gaan maken, geen idee. Nu komt dus echt Van der Kruid. Achter de neus zie je zoiets niet. Hij heeft er zin in. Uw attentie, uw applaus. Uittrekken. Het is moeilijker dan je denkt, hè, een clown. Des te meer waardering voor Rexis, die nu gaat beoordelen hoe de familie Van der Kruid en hoe de familie Meijer het gedaan heeft. Rexis, kom erbij met je zoon. Hallo? Rexis, vertel, wie krijgt er 4 punten? Wie is de beste? Wie krijgt 4 punten? Ja? 4 punten. 4 punten. De eerste koppel was dat koppel. Ja, je herkent ze niet meer. En dat was de tweede koppel. Ja. Vier punten voor meneer Van der Kruid. En Rexis? Wie krijgt de 3 punten? Krijgt 3 punten. Wie krijgt 2 punten? Rexis? De vader, meneer Meijer. En dan krijg jij automatisch, Lisbeth van der Kruid krijgt 1 punt. Dan hebben we dus aan beide kanten 5 punten, als ik het goed geteld heb. En we bedanken Rexis ontzettend hartelijk en zijn zoon. Bloemen voor een grote clown. En zijn zoon, dag. Dag. Weg is hij al. En wij gaan kijken hoe de puntenaantal is. 11 punten voor Van der Kruid en 10 voor Meijer. Dag Rexis. Rexis, dag. Dank. Dag Rexis. Bekend, maar altijd leuk, hè? Goed, we doen dit even weg. En wij zien dat deze familie Van der Kruid met 11 punten naar de derde ronde gaat. Dat we afscheid van u nemen, meneer Meijer, en van Nelleke. Maar we hebben voor u uiteraard bloemen, zoals iedere keer, voor u en voor de dochter. Voor de dochter vanwege de 25e uitzending. En even kijken waar ik het zal laten zien. Een gouden armband. En voor vader gouden manchetknopen. Alsjeblieft. Hoop dat u er blij mee bent. Dag. Tot straks. Dames en heren, het schijnt dat de portiers overal ontzettend gebeld worden dat u mijn ring wilt zien. Ik heb er speciaal voor aangetrokken, maar door die bloemen ben ik het helemaal vergeten. Hier komt de ring. Oh, god. Ja, moet u kijken, ik kan het.
Kijk, zo. Hij kan zo open, hè? Kijk, staat hij als een standbeeld op mijn werkhandje. En zo kan hij weer dicht. Erg mooi, hè? Ik dank u allemaal verschrikkelijk. Dat kan ik dan ook meteen zeggen voor alle lieve felicitaties en telegrammen zelfs. En pannenlappen en eierwarmers die ik allemaal kreeg. Als dank van u. Erg lief. En ik, nou, toch aan het praten bent, wordt toch geloof ik weer laat. Wou ik dan maar meteen van de gelegenheid gebruik maken om al die mensen te bedanken van een van de acht. En straks ziet u al die honderden namen die van dit programma zo'n fantastisch succes hebben gemaakt in de afgelopen 3 seizoenen. Wilt u voor hen nou eens een keer klappen? Ja? Applaus, de kandidaten. Komt u aan. Zo. Hallo. Wat staat u nou toch allemaal te knipogen? U bent toch geen clown nu? Mijn jongste dochter. Oh, dat kleintje in het rode vestje. Zien we straks nog wel even. We gaan even praten, want we moeten even iets van u weten, meneer de Jong. U bent boer. Nee, ik ben veehouder in de Weidewormer. Oh, sorry. Ja, neemt u me niet kwalijk. Boer is discriminerend, mevrouw. Nou, voor mij niet. Wat is dat nou voor onzin? Ja, maar er wordt wel eens gezegd, zo'n stomme boer. En daarom zeg ik ben veehouder. Ja, goed. En uw dochter, Els, is de dochter van een veehouder. En wat doet die dochter? Ik zit toch op school, op de HAVO, Sint-Michiel College in Zaandam. En wat gaat er later met jou gebeuren, nou, denk je? Het plan is om naar de Pedagogische Academie te gaan. Onderwijzeres voor? Inderdaad, ja. En daar bent u het mee eens? Hartstikke mee eens. Eerst heeft ze een jaar op kantoor gezeten, maar nu is ze weer gaan leren. Ik zeg, veel onderwijzeressen, dan worden we geleerd. Ja. Heeft u de school helemaal af kunnen maken? De school? Nou, met hangen en breken, wurgen. En toevallig ging de meester weg en toen ging ik zo met een klas over. En toen heb ik de 7e klas gehaald. Ja, dat wel. En een uitstekende veehouder. Veehouder, ja. Ik kom zo bij u, hè. Eventjes nou bij meneer Van der Laan. Ja. En zijn dochter. Wat is uw beroep, meneer Van der Laan? Nou, ik werk op een fabriek. Een gereedschapmaker, een smid. En wat zijn nou de hobby's van u? Ik zat u al aan te kijken, maar ik kwam er niet zo gauw achter. Beesten? Nou, nee. Scheidrechter. EHBO. En ik ben bij een zangvereniging. Ja. Wat zingt u daar? Bas. Bas. Ja, laat eens even hoor. We hebben hier vanavond nog een ontzettende... Ja. Bas. Ja, ik moet ontzettend oppassen wat ik over die andere Bas zeg. Wie jij bent weten we, maar wat doe jij? Ik ben kraamverzorgster, dus. Ben jij degene die 23 bevallingen achter de rug heeft dit jaar? Nou ja, zo'n beetje. Ja. Nou, daar hoef je niet om te lachen. Dat vind ik een geweldige prestatie. En dat is dus allemaal aan huis en niet in ziekenhuis? Nee hoor, aan huis dus, ja. Veel gebak? Ja, soms wel hoor, ja. Laat naar bed? Nou, soms. Midden in de nacht ga je soms weg en dan kom je 's morgens vroeg er weer in. Of je woont nog thuis? Ik woon dus thuis, ja. En staat u dan ook op? Ja. Als zij moet bevallen? Meestal wel, hè? Nou ja, als zij eruit moet. Ja, dan vang ik de vader meestal op. Die is meestal zenuwachtig. Gaat u met de vader... Ja, even een babbeltje maken. Want, die zijn hij noemt dat een babbeltje maken, ja. En zij gaat dan aan het werk. Nou, erg goed. Al vakantieplannen? Nee, we gaan niet op vakantie dus, dit jaar, nee. U ook niet? Nee, dat kan niet. Dat zit er niet in? Nee, we zullen nieuwe stoelen krijgen, want ja... Nou, zeg, we gaan eens aan de gang. En we gaan uw eerste vraag doen. En ook in deze ronde graag de vaders heel even in het hokje. Niet zo erg lang, is je warm, hè? Het is daar erg warm, ja. Maar gaat u er eventjes ja, in, hè? Ik maak het heel kort. Ik ga met de dochters iets heel eigenaardigs doen. Nog nooit vertoond in deze quiz. Maar als wij het gedaan hebben, dan zweer ik jullie dat morgen en vanavond al het hele land dit ook gaat doen. Het is iets zeer eigenaardigs. Ik ga het even voordoen. Ook dat zal een zeer belachelijk gezicht zijn. Ik ga even mee. Ga erachter staan. En nou moet je eens even kijken. Het is ontzettend simpel. Allemaal goed luisteren. Overigens, dit is geen glas, maar plexiglas. Daar ga je met geen olifant doorheen. Hè? Het is maar dat je het weet. Goed. Je zet je voeten naast elkaar tegen de muur. Onthouden, hè? Voor als u thuis bent straks. Dan zet je er één voet achter. Je zet er nog een voet achter. Je zet je andere voet ernaast. Kijk, nou heb ik nog een microfoon ook, dus dat is een beetje lastig. Dan doe je je kop tegen de muur, zodat je rug een soort horizontaal vlak is, hè? Je pakt de stoel op. Wacht even, eerst even mijn hoofd tegen de muur. Stoel tegen de buik. Hoort u me nog? Stoel tegen de buik. En nu kom je recht overeind met de stoel tegen je buik. En tegen het glas.
En met je hoofd tegen het glas. En met je voeten naast elkaar en je knieën gestrekt. Een klein kunstje, maar eigenaardig. Doe het eens even. Jij kunt... Ja, ik moet je luisteren. Ik leg het je gewoon uit. Kom maar erbij. Huppakee. Ga maar met je voeten tegen. Jij daar en jij daar graag. He, we zijn toch meisjes onder elkaar, niet? Alle mijn voeten. Nou, één voet erachter. Andere voet erachter. Goed, niet smokkelen. Andere voetje ernaast. Zo. Nou, pakken we een stoel ertussen. We zetten even een streepje, want je mag niet met je voeten naar voren verder. Nou, het hoofd tegen eruit. Zo, ja. Beetje dieper nog. Nou, de stoel pakken en tegen de buik klemmen. Ja, omhoog, zo. En nou even recht overeind komen. Gaat dat? Ja. Ja, het lukt. Gesmokkeld? Zij heeft een beetje gesmokkeld? Met de stoel gesmokkeld, tegen eruit. Jij. Nou, dat mocht niet, maar het geeft niks. Het enige wat wij jullie nou willen vragen, het is een mal kunstje. Vraag is, kan jouw vader dit? Nee. Nou, er is per slot van zaken niks aan. Je gaat gewoon met je voeten zo even en dan met je hoofd tegen de... Ja, zonder smokkelen kan hij het niet. Zonder smokkelen kan vader de jong kan het niet. En jij? Vader het van de laag? Het zal wel moeilijk gaan. Ik denk dat hij... Nou, ik weet het niet. Misschien haalt hij het. Ik weet het niet. Is het ja of nee? Nou, ja, maar... Hij wel. Ja, vader van der Laan. Nee, vader de Jong. Dochters gaan daar zitten op de stoeltjes. Wij gaan kijken of de vaders het kunnen. Ha, ha. Ha, ha. U heeft zich verheugd op deze avond. Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, uitstekend. Meneer van der Laan, wilt u beide even met mij meegaan? Ik ga u iets voordoen. U hoeft alleen nog maar te kijken. Gaat u hier samen naast elkaar staan? Nou moet ik nog een keer... Nee, niet erop. Ik zat u voor. Maar u moet goed kijken. Ik zet mijn voeten tegen... Dit is een muur. Dit is plexiglas. Daar kunt u dus niet doorheen, hoor. Dat u niet bang bent. Dan zet je één voet achter je voet. Je zet nog een voet achter je voet. Dan zet je ze naast elkaar. Je smokkelt verder niet meer. Je laat ze staan. Je pakt een stoel. Je doet je hoofd tegen de glazen plaat aan. Nou, moet ik even zo doen? Wacht even hoor. Nee. En nou kom je zo overeind. Begrijpt u? Met de stoel niet gedrukt tegen het glas. Maar gewoon recht overeind komen even met gestrekte knieën. Heren. We hebben gevraagd aan uw dochters of zij dachten dat u dit kon. De een zei wat, de ander zei wat. Wij gaan nu kijken of het klopt. U moet dit even nadoen. Ik zal u instructies geven nog, want u bent het alweer vergeten. U gaat daar staan. U zit in de sport, dus voor u is het een koud kunstje. En u zit vaak onder de koeien, dus dat moet ook kunnen. Hè? Voeten tegen het muurtje. Helemaal tegenaan, hè? Zo. Nou zetten we één voet erachter. Ja, andere voet erachter. Voeten naast elkaar nu, de andere voet erbij. Zo, die laat u nou verder zo staan. De knieën houdt u gestrekt. U pakt ieder zo'n stoel. U gaat met uw hoofd tegen deze plaat aan. Echt waar, kan geen kwaad. Ga er maar zo dus, voeten laten staan. Juist. U pakt de hoofd tegen de muur houden. Stoel tegen de buik klimmen. Klemmen, optillen en tegen de buik. En nu recht overeind komen, zonder met de knieën te buigen. Daar was net smokkelen, hè? Hebben we allebei gesmokkeld? Zeg... Zo staan ze morgen nog. Hé, hey, kom maar. U mag los. Maar nou moet ik... Kom maar hier. En nou is het zo gek, dames en heren. Echt waar. Alle vrouwen, bijna alle vrouwen kunnen dit. En bijna... Ik deed het toch? Ja, heb ik niet goed gezien. Je hebt gesmokkeld. Ik heb niet gesmokkeld. Bijna alle vrouwen kunnen dit. Bijna alle mannen kunnen dit niet. Rara, hoe kan het? Er is wel een oplossing voor, maar die zeg ik niet. Goed, hoe was het nu? Wat had zij gezegd, Theo? Wie heeft het opgeschreven? Zij, de jong, wacht even, die kon het niet, dat klopt. Dat is dus uitstekend, 3 punten. En Van der Laan zei dat ze het wel kon, maar hij kon het niet, geen punten. Zo is dat. Ja, je moest een voorspelling doen. Kan hij het wel, kan hij het niet? We gaan rustig door naar de laatste vraag.
Kandidaat, u gaat zo direct op een stoel zitten. En dan gaat u kijken naar twee zingende zusjes. En dan zal er nog verder wel iets gebeuren. Wilt u goed opletten wat er dan allemaal gebeurt? Want straks willen we een reconstructie. Willen we dat het nog eens allemaal een keer overgebeurt. Op uw eigen wijze natuurlijk. De dochters houden de meisjes in de gaten. En de mannen wat er daarna gebeurt. U ziet maar, het is echt niet ingewikkeld. U begrijpt het vanzelf als u allemaal mee gaat beleven wat er nu gaat gebeuren. Gaat u op die vier stoeltjes zitten, ja? En dan gaan we met z'n allen kijken, met miljoenen, dames en heren, naar het in een van de acht voor de eerste keer optreden van de zingende zusjes, de Silkika's. Daar zijn we dan, de zingende zusjes. We zijn de Farah zeer erkentelijk dat zij heeft mogen meemaken dat wij in een van de acht optreden bij Mies Bouwman. En het is maandelijks programma en quizprogramma. En we hebben ook gekozen uit ons even oude repertoirium ons 16 jaar oud liedje van geschreven 16 jaar lang door Eddie Christiani. We zullen ons dan ook een poepie laten ruiken of ons een klein teentje voortzetten. Oh ja, ik was nog even vergeten te vermelden dat liedje gaat over een bootje. Oh ja, en ook nog één ding. Dit is mijn zusje Kika. Ik dank u wel. Hi. We spelen samen 16 instrumenten en u gaat er nu 2 van horen. Ja. Ja. Muziek. Mag ik je roeien in een bootje? Mag ik je roeien in het riet? Mag ik je roeien in een bootje? Gewoon doorzingen, gewoon doorzingen. Gewoon doorzingen. Mag ik je roeien in mijn bootje? Mag ik je roeien? Ontruimt u de zaal. Hallo, hallo, geef je door. Wat krijgen we nou? Krijgen we nou? Het is hartstikke gezellig. Hé, waarvoor de zaal omdraaien? Waarom de zaal omdraaien? Dat zal ik u vertellen, meneer. Omdat het transculair televisiekijker Nederland hier ernstig in gevaar wordt gebracht. Nee, ja. Het geestelijk welzijn van televisiekijker Nederland wordt hier mede ernstig in gevaar gebracht door dit lied. Nee, hoor. Het geestelijke wat? De geestelijke volksgezondheid, meneer, begrijpt u wel? De status, de mentale status van de Nederlandse samenleving, begrijpt u wel? Ik kan het hoor. Nee. We zijn pas begonnen, meneer. Ja, wat zegt u? We waren nog niet eens op de helft. Ja, we gaan de zaal ontruimen. We gaan de achterste rijen beginnen. Nee, helemaal niet. Er wordt niks ontruimd. U blijft allemaal zitten. Met welk recht heeft u het recht om dat te zeggen? Wie bent u dan wel? Wie bent u dan wel, ja? Wie bent meneer? Ja. Dat zal ik u vertellen, meneer. Ja. Ben ik commissaris. Ben ik van de geestelijke volksgezondheid voor het district Utrecht en omstreken, begrijp je dat? En alles wat op de televisie komt, wat niet door de beugel kan, dat ga ik bekeuren, begrijp je dat? Oh ja, wat mankeert er dan wel aan die meisjes? Wat mankeert er dan wel aan die meisjes? Dat zou ik wel eens willen weten, ja. Dat u zou mogen willen dat uw dochters waren. Want ik ben partij, ik trek partij voor deze meisjes. Daar ga ik voor door. En met mij miljarden Nederlanders. Ja, ja. Gaan jullie door? Gaan jullie gewoon door? Gaan jullie gewoon door? Goedenavond, dames en heren. We hebben Nee, jullie gaan gewoon door. Jullie gaan gewoon door. Ja, we zijn nog niet eens begonnen, meneer. Ze waren nog niet eens begonnen. Alsjeblieft, ze waren nog niet eens begonnen. Kun je nagaan hoe smerig verderop had geworden geweest willen zijn? Ja, reeds in de eerste regel, meneer. Bespeurde ik een invitatie aan het libido van een mannelijke persoon van allerlei kunnen om gezamenlijk via onzedelijke manipulaties in het riet te geraken. Krijg de klem in je kaken. Dames, zou u even die eerste regel van het liedje kunnen herhalen? Ja. Goedenavond, dames en heren. We zijn de Farah zeer erkentelijk. Dat heeft niet. Nee, dat bedoel ik niet, juf. De zingende zusters. Mag ik je roeien in een bootje? Mag ik je roeien in het riet? Hier. Onschuldig, ik ken het niet. Stil even, dames. Ontoelaatbaar. Hier bieden 2 jonge vrouwen. Geven demonstratief hun lichaam vuil aan een man van anderlei kunnen in een roeiboot. Oh.
Hoe weet u dat het dat iemand van anderlei kunnen is? Ja. Hoe kan hij weten dat het een man van anderlei kunnen is? Ja. Dat kan hij toch nooit. Het kan wel een man van dezelfde lei kunnen zijn. Oh. Ja. Ja. Of misschien is het wel een persoon van genen de leiderlijn kunnen. Oh, oh. Kijk, dat zou de situatie actueel gezien nog door de zedenbandeloos het actueel onder de hypofyse van de paragraaf 3, vers 2, artikel 31 begrijp je wel? Ja, nee, daar kan ik inkomen. Dat begrijp ik ook wel. Zou u nog even die eerste regel kunnen zingen? Ja. Mag ik je roeien in een bootje? Mag ik je roeien in een friet? Mag ik? Hier, het is helemaal niet gevent. Gezegd dat die vent van die boot ja zegt. Deze irritatie duidelijk toch een uitdaging aan een libido van anderen kunnen, begrijpt u dat? Daarom moet ik ingrijpen. Daarom gelast ik nu deze zaal te ontruimen. Allemaal gaan we eruit. In de eerste plaats mag u één ding zeggen, meneer. Polyclinair, in de alternatieve zin van het woord, is het demagogisch om tijdens een optreden die demoprobabele zaak, als we daar een recalcitrant in de non-acceptabele trant van het woord te reconstrueren, dan ga ik non-acceptabel mee als zodanig in deze positie die ik had tenminste willen op willen geven. Ja, heel goed. Kun je dat herhalen? Dat ik in deze situatie als weet u wat meneer Buijzer, weet u wat u dat vertellen, meneer? U hebt een hele grote knoop in uw libido. Zo'n knoop in uw libido. Maar, oh ja? Ik hou geen eens van een bootje, meneer. Meneer, houdt u jou erbuiten, alsjeblieft. Houdt u alsjeblieft even erbij. Alsjeblieft erbuiten. Ja, zo gaat u dat vertellen. We mogen even ons nummer afmaken, meneer. Weet je wat u nou van mij bent? U bent voor mij een hele grote knoep. Alsjeblieft, knoep. Wat ben ik? Een hele grote kroek. Dat durf ik veel te zeggen als ambtenaar. Ik durf ik veel te zeggen dat ik... Dat durf ik niet te zeggen. Dat ik een hele grote kroek ben. Kijk, nou gaat u te ver. Een kroek kan nog door de beugel. Maar een ulm, dat gaat te ver. Ik eis van u dat u die ulm terugneemt. Ik geef toe dat ik een beetje te ver gegaan met mijn ulm. Maar ik ben bereid die ulm terug te nemen als u die kroek terugneemt. Gelijk overtrekken. Oké. Ik neem de kroek terug, mits u de ulm terugneemt. Dus je neemt de kroek terug? Ik neem de kroek terug. Dan blijft u in mijn ogen toch een hele grote ulm. Kandidaten, kom erbij. Moet u eens luisteren, nou niet de zenuwen hebben, want het volgende is het geval. U maakt er maar een eigen ruzie van. Zij zingen over een bootje in het riet en een van u twee onderbreekt. En wat u dan tegen elkaar zegt en hoe lang dat duurt, dat merken we wel. Het hoeft niet zo lang, u hoeft niet dezelfde woorden te gebruiken als u die vergeten bent. Maar er moet een consternatie tussen twee van u worden. Welke rol neemt u, die van Johnny of die van Rijk? Of een Johnny maar. Oké. U die van Rijk, bent u daarmee akkoord? U gaat dus van Rijk de Gooier zijn jas, waar is hij? Rijk, het hoedje, heb je dat voor meneer? En u gaat daarboven, men wijst u de plaats. Kijk daar bij die jongen daarboven, meneer de Jong. Gaat u zitten? Nee, meneer de Jong, daar. Ja, breng meneer de Jong even weg. Dames, zingende zusters, willen jullie opkomen? Dat is ook altijd aardig, hè? Zo, eventjes, gaat het? Eerste bril, dat is de volgorde. En dan, ga zitten, Rijk. Oké, dames en heren, uw aandacht voor onze zingende kandidatenzusjes. Goedenavond, dames en heren. We zijn de zingende zusjes. Juist, ja. En we zijn heel blij dat we hier in uw midden mogen zijn. Of tenminste, u in ons midden. Ja, het is voor u het bekijkt, hè. Maar wij willen voor u een heel speciaal liedje brengen door, hoe heet u ook weer? Van een bootje van Eddie Christiani? En niet Christiani, juist, ja. En dat willen we dus nu voor u gaan brengen. Wil jij me roeien in een bootje? Wil jij... Hé, dat is toch geen tent meer? Hé, dat is toch geen tent meer? Hé, dat is toch geen tent meer?
Ja, mogen wij alsjeblieft doorgaan, meneer? We zijn pas aan de eerste regel. Oh, maar je weet nog niet eens waar ze zingen. En dan ben je hartstikke eruit. Oh, nee. Oh, nee. Weet je wat jij bent? Jij bent een hulp, met je gezegd. Weet je wat jij bent? Grote lommel! Mogen we nu alsjeblieft doorgaan? Hé, mogen we zingen? We hebben nog niet eens gezongen. Wil jij eens zingen in mijn bootje? Oh, maar fluit dan niet zo, laat die meisjes nou even zingen. Je weet niet eens wat ze nog naar voren brengen. Deze liedje is afgekeurd door de Geitenbokvereniging. Ja, afgekeurd. Hey meneer, heb u wel misschien staan van muziek van die meisjes? Ga dan gauw naar je moeder. Ja, ga maar naar je moeder, weet ik niet meer wat je zeggen moet. Ik zeg, laat die meisjes zingen. Het is nog heel leuk worden. Hij is een onschuldige liefde. We zingen in het bootje, varen in het riet. Kandidaten, dat was een voortreffelijke performance van u. Ja, nou gaan wij vragen aan Johnny en Rijk om dit te gaan bejureren. Johnny en Rijk, kom er maar bij. Ik vind het erg moeilijk. Laten we zeggen van 1 tot 10 rapportcijfers mag je ze geven. Dan heb je iets meer kans. U mag de jas, kan iemand meneer de jas en de hoed aannemen? Hé, meneer de Jong, heb je het warm van? Oh, slecht werk, meisje. Eerlijk waar, slecht werk. Ik mag toch wel Mies zeggen. Ja, hoor. Dat is, zo, dat is even eventjes gebroederlijk, hè? Ja, ja. Zeg maar Mies, hoor. Ja, daar, ja, goed. Ja, dat is slecht werk. Ik zie niet wat hij aan rotte pakken. Maar nu de puntenuitslag. Johnny en Rijk, wie was het, moeilijk hoor, het beste? Ja, dat is inderdaad erg moeilijk. Ja. Ja, is moeilijk. Ik vond ze leuker dan wij. Ja, hartstikke leuk. Improvisatie ook. Ja. Die geitenclub vond ik prachtig ook. Ja. Maar ik vond, u heeft zich het meest opgewonden. Ja, ik moet voor meneer de Jong, geloof ik, hè? Ja, meneer de Jong. Ja. Heeft zich 8 punten. 8 punten voor meneer de Jong. Een mooie, ja, dat is goed gedaan. Ja. En dan wou ik, die meneer, die heeft zich ook wel opgewonden. Ja. Hè? Maar toch iets minder dan meneer de Jong. Ja, meneer de Jong werd echt maar hij was goed, hoor. Ah, prima. Hij was goed. Niets van loop. 7, dacht ik. 7 punten voor meneer Van der Laan. Even. Ja, en de meisjes, ja, die hebben het allebei erg goed gedaan, vond ik. Ik vond ze allebei even goed. Ja. Dus allebei een gelijke aantal punten. Hoeveel? Ja, 5 punten. Allebei 5 punten. Daarbij? Ja, allebei goed gedaan. Allebei de meisjes, dan hoop ik dat achter de schermen alles is op. Hoeveel punten had u nou? 8? 8 punten. 8 en 5 is 13 voor de Jong. Dat is de moeilijkste rol. En 7 en 5, dus 12 erbij voor de familie Van der Laan. En bloemen voor Johnny en Rijk. En niet te vergeten Sylvia de Leur en Kika Mol. Die hier vandaag meehielpen. Bedankt jongens, allemaal. Dankjewel, Johnny en Rijn. Dan kunt jullie er eindelijk bij. Hij wacht op u, hoor. Hij wacht op u. Zo, nu gaan we kijken en nou zien we dat de familie de Jong heeft gewonnen in deze ronde en dat we afscheid gaan nemen van de familie Van der Laan met voor ieder een boeket en met, mag ik dat even, 1 boeketje, 2 boeketje. Met voor de dochter als herinnering een gouden armband en voor vader gouden manchetknopen. Hartelijk bedankt voor het meedoen. Goede reis naar huis. Dag. En nu tot straks. Dag. Alles staat al klaar nu voor een circusnummer, dames en heren. De doodse stilte voor de grote sprong van de Fagionis. De 4 man hoge toren, dat wil zeggen 3 man. En daar springt nummer 4 bovenop, nog niet vertoond in de wereld, zonder longe, zonder bescherming, zonder touw wat ze vasthoudt. Wij vragen u bijzondere aandacht voor deze zeer bijzondere sprong, de Fagionis.
overzetzuur? Ze willen het nog één keer overdoen, want ze zijn niet tevreden. Onze vier resterende kandidaten. Hallo Liesbeth, meneer Van der Kruijter, daar zijn we weer. En hier is de familie De Jong. We gaan direct beginnen aan de derde ronde. En vanaf dit moment dus geen teamverband meer. Ieder gaat voor zichzelf vechten. Ieder gaat voor zichzelf punten behalen. En hard vechten hoor, want je weet nooit hoe het afloopt. Goed, mogen we een stapje met u vooruit gaan. En u herinneren allemaal aan het feit, en voor de kinderen een erge fijne mededeling, dat Pipo weer terugkomt. Pipo komt 9 mei weer terug op de buis met zijn schitterende avonturen op Bizarra. En wij vragen ons af of u nog weet hoe die eruit ziet. Weet u nog hoe Pipo eruit ziet? Wij gaan u herinneren, de echte Pipo. Ja, er is de echte. De televisie Pipo, zoals hij eruit ziet in de serie. En wij vragen u om nu 4 nep Pipo's, die alleen maar een wit gezicht hebben en een pruik en een bolhoedje op en het pak aan, om die precies het gezicht te schminken wat hij hoort te hebben en wat zoveel mogelijk lijkt op de Pipo die op Bizarra zijn grote avonturen tegemoet gaat. Mag ik de 4 Pipo's hier laten verschijnen? Is dat niet met die woonwagen? Mamaloe. Weet u wel? Hier zijn ze. Ieder uit eigen hoofd graag. Ja? En die Pipo daar, hè? Daar is nog een hokje voor die Pipo. De gezichten zijn dus nog blank. Hier is schmink voor u. Daar is schmink voor jou. Meneer Van der Kruid, daar is schmink. En Lisbeth, daar is het voor jou. Pipo, ga zitten. En we zouden zeggen, nou maar het grote bekende lied erbij. En ga je gang. Schiet op. Hoe ziet hij eruit? Zing maar mee. Is it
laatste? Heeft hij alles wat hij moet hebben? Zo, dat was het. Schmink was de weg. En wil nu iedere kandidaat zijn pipo meebrengen en achter zijn pipo gaan staan. Lisbeth, achter je pipo. Meneer Van der Kruid, achter de eigen pipo. Meneer De Jong en Els. En mag ik dan nu vragen, allereerst voor het vergelijkingsmateriaal, of de televisiepipo hier wil komen? Pipo de clown! Ja? Dag, pipo. Ga ertussen staan, even. En mag ik dan nu het echte jurylid, en dat is uit diezelfde serie natuurlijk, Snuf. Snuf? Snuf? Dag meneer Snuf. Dag Mies. Mies meid, wat haal je aan? Vier pipo's erbij, twee gaffels zo'n bonje. Ja, nou goed. Mag ik nou, Snuf, deze televisiepipo naast die neppipo zetten? En wil jij dan eens kijken wie nou de beste pipo heeft gemaakt? Pipo, ga eens ernaast staan. He, dan kan hij de twee hoofden vergelijken. En Snuf, zo gaat hij naast iedere pipo even staan. En dan zeg jij, wie is de beste? Ja, het is jammer van dat groene straat. Dat mondje is maar goed, ja. Nacht. Dan hebben pipo, schuif eens op naar de volgende. Zo. Ja. Ja. De volgende. Hier, pipo, graag. Kom even hier, Snuf. Ja. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Ja, en dan hier de laatste, de Pipo. Laatste. Ik vind het wel moeilijk. Ja. Ik vind het wel moeilijk, ja. Ja, ik heb. Kijk, de zwart-witkijkers die kunnen niet eens eigenlijk goed mee beoordelen, want jij let waarschijnlijk ook nog op de kleuren, hè? Ik let altijd op de kleuren, ja. Ja, ik weet het. Wie krijgt vier punten, wie is de beste? Ik moet zeggen, de eerste daar, qua de mond en de neus. Ja, ja? Groen is niet erg goed, maar ja, je kan denken, hij is door het weiland gekomen. Ja. Vier punten voor Lisbeth van der Kruid. Ja. Wie krijgt drie punten? Nee, dan vind ik deze nummer twee worden. Dat is Els de Jong. Els de Jong, drie punten. Ja. En dan die daar, die heeft namelijk... Ja, dat is eigenlijk van zichzelf al een beetje een clown, zeg maar ja, toch, hij daar... Dat is meneer Van der Kruid zijn clown. Krijgt twee punten. En ja, meneer De Jong zijn clown. Ja, die krijgt de eerste prijs in een banketbakkerswedstrijd. Maar als pipo toch de vierde prijs. Nou, dan zijn wij ontzettend blij met deze deskundige uitslag. Wij geven Snuf en Pipo van de televisie een bloemetje. Oh, uit... aardig zeg. Ontzettend aardig. Hartelijk dank. Dag Snuf, tot ziens. En fijn dat jullie er weer zijn. En hartelijk dank andere pipo's. Dag. Vraag 2 van de laatste ronde. We gaan een spelletje doen. U krijgt ieder een bord en daarop staat een vlagje van een vakantiebrief. Zomaar een vakantiebrief. Lisbeth, let even op, want anders mis je wat. Zomaar een stukje brief. En in die brief zitten dieren verborgen. De namen van dieren. Soms is het enkelvoud, soms is het meervoud. Soms staat het zomaar in een woord. Soms loopt het van het ene woord over naar het andere. Er zijn vele mogelijkheden. Zoek de dieren in deze brief. Lisbeth, voor jou dat bord, meneer Van der Kruid. U hier, meneer De Jong daar. Het zit in die woorden verborgen. Het zit in de woorden verborgen. Staan de dierennamen in deze brieven. Jullie hebben allemaal dezelfde brief. En luister... Lisbeth en u allemaal, dat was al zo gauw weg. U zet een kringetje om het beest wat u gevonden heeft. Die namen zitten overal in verborgen. Let maar op. U begrijpt het nu? Ik begrijp het nog niet. U begrijpt het nog niet, meneer De Jong? Nee. Kijk, in sommige woorden zit een dierennaam verborgen. Die zie je opeens staan. Dat is voor u toch geen probleem? U vindt dat? Kijk, ik wil er wel eentje voor doen. Geef mij zoveelste. En dat geldt dan verder voor niemand meer, hè? Kijk, hier staat, ik ben naar, zomaar een onzinbrief, hè? Lampredo gevlogen. Wat ziet u hier nou staan? Hier zit al direct het woordje lam in. Nou, zo, beesten. Ja, u dacht, dieren. Nee, beesten natuurlijk. Jij daar, u hier. En daar gaan we. Ja, in een schrijfwoord.
Zoek er zoveel mogelijk, hoor. Er zit heel wat in. Tony Nolte, dank u wel, kandidaten. We gaan kijken. Wil iedereen even bij zijn eigen bord blijven? Dan ga ik eerst nu met Els. Wilt u even bij uw eigen bord blijven, meneer de Jong? Ga ik kijken. Els, Lam telt dus niet mee, dat had ik er al neergezet. Wat staat daar? Wat heb je daar? Vogel. Ja, maar dat staat er niet, hè? Er staat vlogen. Ja, nee, maar uit dat vlogen kan je toch een vogel halen? Ja, maar dat zei ik niet. Ik zei, er zitten beesten in verborgen, soms in het woord, soms in twee woorden, doorlopend. Hè? Ja. Dat was niet op, dat is dat niet goed. Vlieg is uitstekend, bij is uitstekend, dat is twee. Genoe schrijf je anders, Els, dat schrijf je zonder E. Dat is G-N-O-E, dus dat is geen beest. Paard wel, dan kom ik tot drie. Apen is goed, is vier. Ja, hier is hetzelfde, ja. Met mot. Ja, maar er staat nog een E ook tussen, ja. Els. Nou, dat is niet... hetzelfde met vogel. Ja, maar dat is niet helemaal goed, hè? Nee. beren is wel goed, komt weer een punt bij. Mees is goed en e-pent is ook niks, hè? Nou, eend. maar er zit er nog een P tussen. Ja. Nee, dat is het niet. Maar je hebt toch nog 6 punten, dus dat is lang niet gek. Meneer de Jong, kom eens even bij me. Lam telt dus niet mee. Ree schrijf je met 2 E's, hè? Dus dat is ook niet goed, hè? U wou Ree zetten? Ja, Ree, ja. Wat bedoelt u hiermee? Een vlieg. Een vlieg, u had het geetje vergeten, dat vergeven we. Ja. Bij is 2 punten, beren is 3, mees is 4. 4 punten voor meneer de Jong. Meneer Van der Kruid, even bij, graag. Lam tel ik dus niet mee omdat ik dat gegeven had. Vlieg is 1, koe is 2, echel is niks, hè? Egel. Oh. Ja, maar staat 2 G's, ja. Hè? Dus ik was nu bij 2 punten voor u. 3 is paard, apen is 4. Emoe is erg goed, is 5. Mees is 6. Wat is dat? Een kapie. Wat is een kapie? Noem me nou zo'n beestje. Ik dacht dat het een beest was. Nee, er bestaat wel een o-kapie. Oh, ja natuurlijk. Die zit ervoor en daarom dacht ik zal even vragen wat u bedoelt. Ja, ik bedoel de o-kapie. Ik vraag aan de jury achter het scherm, dus dat is gewoon Joop Koopman, hè, die mag dit soort karweitjes, vraag ik hem dan om op te komen. Is een kapie een beest? Is toch een o-kapie? Niet goed, staat niet in het woordenboek, maar nou ben ik wel de puntentelling kwijt. Hadden er 6? En ik was bij o-kapie, dus dat is niet goed. Sik is wel goed. Nee, is niet goed, staat is een bijnaam. Is niet zo'n beest. Sik, dat noem je een geit, hè? Dus dat is ook niet goed, hè? Maar de eland is goed, is 7. Dit is weer zo'n vraag waar telefoontjes op komen. Maar echt, we hebben er zo alles nagevorst en vandalen, hè, hebben we erbij genomen. Jij komt even bij me, Lisbeth. Dan gaan we bij jou kijken. Vlieg is goed. Wat is dat, hè? Ja, dat is niks. Je dacht een egel was, maar zo'n twee. Ja. Paard is goed en de mees is goed. Welke zaten er nou allemaal nog in? Kijkt u mee. Lam had u dus. En doch...
een vlo, een vlieg, een koe, een paard, apen, emu, beren, mees, slang zat erin, okapi, hey, zit hij er nou toch weer in? Hey, eigenaardig. Dan krijgt Els, wie had hem nou? Nee, vader, meneer Van der Kruid krijgt er een punt bij. Is dat al gedaan? Ja, en Sik en Eland. Zo, dat was het. Nou gaan we, is het genoteerd? Heeft iedereen achter de punten en op het scorebord erbij? Het waren er 8 voor wie? Voor meneer Van der Kruid en voor zijn dochter 3. Klaar is Kees, hè? Nou gaan we naar de laatste vraag. De stand is 5-19-7. Alles is nog mogelijk. En we gaan u tenslotte een muzikale opdracht geven, dames en heren. Wij gaan u iets vragen, maar voordat dat gebeurt moeten we eerst ons levende decor hebben. Wilt u zo vriendelijk zijn om even aan die kant te gaan staan met z'n vieren? Dan vragen wij uw aandacht, dames en heren, voor de opkomst van het 75 man sterke gereformeerde kerkkoor uit Ridderkerk. En als die 75 mannen en vrouwen staan, dan komt daar natuurlijk ook de dirigent Jan Stolk. Waar is hij? Daar. Want wat is de opdracht? Moet u eens luisteren. Wij gaan u om beurten vragen een 2 regels te zingen met woorden van een Nederlands lied. Een kinderliedje, een wandelliedje, een topsong, Nederlandse tekst. 2 regels. Om beurten krijgt u een kans en dan krijgt u om beurten nog een kans. En als het nou mogelijk is dat niemand van dat koor meezingt, dan heeft u een punt. Maar als iemand het maar kent van het koor, dan zingt hij mee. Wegpunt. Dat is de opdracht. Zij weten ervan. En wij zijn ontzettend benieuwd. Dan moeten we ieder apart doen of samen? Ieder apart, want het gaat om punten verzamelen voor ieder apart. Kom hier, Els, en ga je gang. Weet jij 2 regels van een liedje waarvan je denkt dat kent niemand van deze 75 man? Kletsen en lallen, laat de kurk maar knallen. Nee, dat kennen ze niet. Eén punt voor Els. Meneer de Jong, net lied, 2 regels. Wat kijkt u mij vooraan zeggen? Hé, hey, mevrouw Bouwman, nou zeg ik wel een keer officieel. Zie ik er zo net uit? Nee. U weet best wat ik bedoel, ja. Ik maak een grapje. Ja. En ik vraag u 2 regels van een Nederlands lied, waarvan we hopen dat ze het niet kennen. De weidewormer zal bloeien en blijven bestaan, hoezee. De weidewormer zal bloeien en altijd bestaan. Of de wereld die moet naar zijn eentje gaan. Hoezee, hoezee, hoezee. Het was eigen tekst?
Van de Weidewormen, van het 325-jarig bestaan. Uitstekend. Ze kenden het niet. Twee regels kenden ze niet. Dat hoezee kenden ze, maar dat kwam daarna pas. Een punt voor meneer de Jong. Meneer Van der Kruid. Even wachten hoor. Er was een huisje in Surabaya, hola de jee, hola de jo. Er zat een olifant voor de ramen, hola de jee, hola de jo. Lisbeth, ga je gang. Wij zijn de tukken, wij zijn de ras, echte tukken. Wij dragen in de lange jurken. Sorry Lisbeth, het gereformeerd koor is op de hoogte. We gaan jullie nog iedere kans geven. Lisbeth is geen punt. En hoe was het met de anderen? Die hadden... Houden jullie het bij, jongens? Geweldig. Lisbeth, wat zing je? In de keuken? Op weg naar school? Je weet niks meer? Ik kan er niet meer op komen. Ik kan er niet meer op komen. Nee. Zal ik dan maar even de beurt laten overgaan? Het scheelt je een punt. Wil je niet zomaar even een lied inzetten? Nou, ik... Je komt er niet op. De beurt gaat over. Bij ons op de boerderij, bij ons op de boerderij, daar woon je vrij, daar woon je vrij. Daar kan je kamperen, daar kan je veel leren. En bij ons op de boerderij. Dit staat niet in Kun je nog zingen, zing dan mee. Hè? Nee, eigen in, hoe noemen ze dat? Wat? Eigen Maaksel. Productie. Eigen productie. Nou, ik vind het wel een punt waard. U niet? Het is een lied. Twee regels. We gaan naar u, meneer Van Kruid. Nou, moeilijk hoor. Moeilijk, hè? Ja. Aan de oever van de Rottum, tussen Delft en Overschie. De kippen fluiten beneden, met een zuiging. Wilt u doorgaan voor de lol? Maar u krijgt geen punt. Laat maar. Nou, we zitten, hè. Weet jij nog iets, Lisbeth? Nou ja, ik zal het proberen. Ja. Wilhelm is van Nassauen in een blauw geruite kiel. Met elleboog door de mouwen draaide hij aan het grote wiel. Hij draaide... Een punt voor Lisbeth. Het koor kent het niet. En hoe is de stand nu? Ja, maar de beurt is nu helaas voorbij, hè? We gaan kijken. 1 voor Els de Jong. 2 voor meneer de Jong. 1 voor meneer Van der Kruid. En 1 voor Lisbeth. En we gaan... Is het zo? Wat is er, dames en heren? Ik hoor geroezemoes, dan is er wat. Wat zegt u? Even stil. Mevrouw heeft wat. Mevrouw, ik hoor het niet. Bestaand Nederlands lied. Maar meneer had... Heb ik gezegd een bestaand Nederlands lied? Ja. Ja, die meneer die knikt ook ja, de dirigent. De dirigent knikt ook ja. Ik heb een bestaand Nederlands lied gezegd. En u heeft een niet bestaand, maar eigen gemaakt Nederlands lied gezongen. Dat meisje dat ook niet gedaan. En dat van Wilhelmus is een blauw geruite kiel, is dat dan een bestaand lied? Ja? Oh. Nou, wij maken in ieder geval... even de jury achter de schermen, is het hiermee eens dat het eigen gemaakte lied, ik heb gezegd een bestaand lied wat zij niet kennen, want dat is natuurlijk inderdaad wel erg moeilijk voor het koor. Het moet eraf, hè? Het ene puntje moet eraf, maar wij maken er vanaf dit moment een bestaand Nederlands lied van. Ja? Oké. Okay. Helpt nou niet meer. Nee, het helpt niet aan het puntje, maar het helpt wel aan de eer, en dat is ook wat waar. Dan hebben ze er allemaal één. Klaar. En dan ga ik nu vragen of ik een bloemetje mag geven aan de dirigent. En daarmee huldigen we het hele koor. Meneer Van Stolk, hartelijk dank. Erg goed. Mevrouw Bannen, u geeft ontzettend veel weg. Ja, iedere avond maar weer bloemen en zo en cadeaus en zo. Nu hebben we ook gehoord, het is de 25e keer. Ja. Ja? Wilden wij, als meneer Nolte even helpen wil, willen wij ook wat weggeven. Mag dat even? Ja, heel ja? Kort. Ja. Moet ik de bloemen voor u vasthouden? Oh, dat doet u. Ja, het koor. Wilt u even aan de kant komen? Dank u. 25 avonden was wederom weer huis. 25 avonden, mis mama op de buis. 25 avonden, maar
kandidaten, kom erbij. Na deze schitterende... Oeh. Ja, dat krijg je met z'n 75, is er altijd wel eentje die... Ja. Een misstapje doet, wou ik zeggen, maar dan in de letterlijke zin. Ja. Hè? We zijn bij 16, 11 en 8 en komen tot de ontdekking dat Els de Jong en meneer Van der Kruid samen uitkomen in de laatste ronde. Els en meneer Van der Kruid, die samen. Geef elkaar een hand, want het wordt een ontzettende ronde. En mag ik jou dan vragen hier te komen en u, meneer de Jong, voor u een paar wat zwaardere gouden machetknopen, Els, voor jou een iets zwaardere armband. Heel hartelijk dank voor het meedoen. Bloemetje, mee naar huis te nemen. Dag. Tot strakjes, tot straks. Welkom tenslotte, laatste kandidaten op het podium voor de stoel. Els en meneer Van der Kruid. En Els, heeft u een afspraak gemaakt wie er het eerst in het hok gaat? U gaat het eerst, meneer Van der Kruid. Dag, tot straks. Els, ga zitten. Zo, ik heb het idee dat ik nauwelijks meer uit moet leggen hoe het gaat. Maar als het nodig is, wil ik het nog een keer zeggen? Nou, okay. 3 vragen, 10 seconden. Je mag maar 1 antwoord geven. Heel veel sterkte. En voor de 25e keer, licht uit, spot aan. Els, hier komt vraag 1. De koningin heeft onlangs Begrensde Groei geopend. Een informatieve tentoonstelling over de Club van Rome. In welke stad wordt die tentoonstelling gehouden? Rome. Nee, Els, in Rotterdam. Veel dichterbij, je kan er naar gaan kijken. Dat was vraag 1. Vraag 2. Wie is de voorzitter van de Wereldschaakbond? Ik zal het nog even herhalen. Wie is de voorzitter van de Wereldschaakbond? Weet ik niet. Dat is dokter Max Euwe. Vraag 3. Voor de hoeveelste keer wordt er dit jaar het Holland Festival gehouden? 25ste. Uitstekend. Die vraag is goed, Els. Jij bent er even vanaf. Ga zitten. Zo, meneer Van der Kruid. We gaan u even aan de tand voelen. Weet u nog hoe het gaat of moet ik het nog een keer vertellen? Nee hoor. Ik weet het. Ja. Goed, heel veel succes, ook voor u. Licht uit, spot aan voor meneer Van der Kruid. En hier komt de eerste vraag. De koningin heeft onlangs Begrensde Groei geopend. Een informatieve tentoonstelling over de Club van Rome. In welke stad wordt die tentoonstelling gehouden? Nou, ik zou het niet weten. In Rotterdam. Oeh. Aan het Weena. Voor iedereen is dit. Vraag 2. Wie is voorzitter van de Wereldschaakbond? Uwe. Dat is goed. Vraag 3. Voor de hoeveelste keer wordt er dit jaar een Holland Festival gehouden? Nou, ik zal mijn gokje maken. 5. Nee, dat is fout. U mag blijven zitten. Els gaat het hok in. Dat was voor de 25ste keer. U heeft allebei 1 vraag goed. We gaan naar de tweede ronde. Deurtje dicht. Doodse stilte, daar gaan we weer. Licht uit, spot aan. Een toren in Nederland wankelt. Het instortingsgevaar is nog steeds niet geweken. Sst. Waar staat die toren? In Edam. Uitstekend geantwoord. Vraag 2. Het Nederlands voetbalelftal behaalde voor de 5e achtereenvolgende keer een overwinning. En wij vragen nu, op welk land was dat? Peru met 3-0. Heel goed. 2 vragen goed. 3e vraag. Wat betekenen de letters VVDM? Dat is die Vereniging van Dienstplichtige Soldaten. Ja, van dienstplichtige militairen. Ja, kleine foutjes kunnen wij. Ja, sorry, want daar zit die M voor, militairen. Dus die vraag kan ik niet goed rekenen. In de stoel zijn we ontzettend streng. Maar als zij hetzelfde fout doet, dan geldt het ook niet. Hè? 2 vragen. Goed, gaat u in de stoel. In de andere. Els?
Nou hoor. Erg warm daar. Nou, valt wel mee. Zijn de ergste zenuwen nu over? Ja, gaat wel. Ja, Oké. Dan gaan we. Het wordt weer donker. Jij komt in het zonnetje. Hier komt voor jou de eerste vraag. Een toren in Nederland wankelt. Het instortingsgevaar is nog steeds niet geweken. Waar staat die toren? Edam. Goed, Els. Tweede vraag. Het Nederlands voetbalelftal behaalde voor de vijfde achtereenvolgende keer een overwinning. Op welk land? Peru. Dat is goed, Els. Vraag 3. Wat betekenen de letters VVDM? Vereniging voor Dienstplichtige Militairen. Dat is goed! Els heeft gewonnen. En wij gaan afscheid nemen van u, meneer Van der Kruid, met een bos bloemen. En voor u een gouden aansteker. Waarbij ik dit eventjes weg zal halen zo. En ik hoop dat u er blij mee bent en me kunt gebruiken. Alsjeblieft en hartelijk dank voor het meedoen. Els? Els gaat nu achter de lopende band. En we gaan kijken hoe Els er vanaf brengt. Je weet het weer, de volle snelheid of de halve? Volle maar. De volle snelheid. Heel veel succes. De boel is al klaar. Kan, nog niet, Els. Nog even wachten. En eventjes luisteren. Goed opletten wat er allemaal op staat. En niet in de war laten brengen. Beter 10 goede prijzen dan in je zenuwen er maar 3 weten. Hè? Zo is dat. Je mag meegaan. Dag. Even denken, Els. Even gokken. 10, denk ik. Nou, 11. Zit ze al? Ze doet lang over het zitten gaan. 10. Dag Els, jij gaat lekker kijken, de volle snelheid, alles klaar? Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start maar! Net even wat. Ik zag het, ze keek opeens nog een keer om. Ik zei 10, hè? En toen zei ik 11. Ik denk nu 12. Els, de zenuw heeft ze. Ik zal maar niet te lang met je praten, hè, Els. Ik ga maar meteen zeggen, noem maar op wat je onthouden hebt. De tijd gaat nu in. Slippers, een pet, een tas, een... vorkjestoestanden en zo'n blikuitziende pot, een radiotoestand, ja, barbecuevorkjes of zo, een rolding met gaten erin voor pannetjes of zo, een spel, een doosje met stro erin, een... 10. 10 geloof ik. Maar Els, we gaan dat nog rustig even controleren. Let op, hier komen nog één keer alle prijzen die jij je herinnerde. Luister goed mee. Houden heb de tijd, gaat nu in. Slippers, een pet, een tas, een vorkjestoestanden en zo'n blikuitziende pot. Een radiotoestand. Ja, barbecuevorkjes of zo. Een rolding met gaten erin voor pannetjes of zo. Een spel. Een doosje met stro erin. Dat was het, geloof ik, hè? Els, kom eens hier staan, want je hebt natuurlijk ook geen idee meer. Kom aan deze kant, Els. Kijk zo de zaal in. En niet naar achter, anders is de verrassing weg. Els, en hier komen dan de prijzen. Je bedoelde deze vorkjes? Ja. Ja, die bedoelde je.
Nou, daar zijn ze dan, hè. De kwast en vorkjes. Je bedoelde die radiotoestand? Ja. Ja, dat is een cassette recorder. En dat is niet mis. Het prijsje zit nog aan de pet. Zo'n aardige, niet te dure pet. Zoals je zelf zult kunnen constateren. Een doosje met stro erin. Bedoelde je die slippers? Ja? En het spel? En dan had je nog andere vorkjes? Ja? En dan had je nog dat. Dat is 9. En dan had je nog dat, Els. Bedoelde je dat? Ja, ik zei een tas. Een tas. Welke tas bedoelde je? Die, deze of die rode? Ik dacht dat het die, ja. Die geruite of die rode? Geruite. Deze geruite. Oké. Dat hebben we dan. En dan hebben we geloof ik alle prijs. Nou, er staat er hier nog niet één. Missen we nog iets? Een blikachtig ding. Ja, dat zag er nog wel blikachtig uit. Wat dat? Nee. Nee? Els regelt het even, hè? Een grote pot? Ja, dat is zo'n doofpot. Ja, die. Dat ding. Juist, Els. Nou, dan gaan we eens kijken wat je allemaal hebt. Je hebt, dat is een waterkan. Nou, lekker voor op de boerderij. Ja, heel goed hoor. We gaan kijken naar die grote barbecue set met de barbecue binnen die daar staan. Daarvoor krijg jij Els met je hele familie. Want hoeveel kinderen hadden jullie ook weer? 8 kinderen. 8 kinderen. Komt er een fantastische, lekkere, grote barbecue. Die jullie... Ja, goed. Hartstikke goed. Hartstikke goed, zegt Els. Die komt op de boerderij te staan. Dat is 1. Els, dan heb je hier een petje met een das en een tas. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je daar nog iets bij wilt hebben. En we hebben voor jou als jong meisje een erge leuke... ja, moet je kijken, het is een heel raar gezicht. Een van onze assistenten heeft dan eindelijk haar te pakken. Wij zetten haar neer tegen de prijzenkast als ze wil blijven staan. Anders moet hij er nu eeuwig mee blijven omkneld staan totdat de uitzending zijn staan. Els, al deze kleren, deze lekkere de vakantiekleren zijn voor jou. Pet, de hele boel meer. Dan gaan we kijken, een beetje stro. Ach, het is een leuk potje, hè? Een paar fijne sandalen kunnen daarbij. Een spelletje voor in de vakantie. Hier komen lekkere flessen in de tas, had je al. En Els, dan ga ik jou vertellen dat je bij het stro een cadeautje krijgt waar de 8 kinderen van de familie de Jong waarschijnlijk dolle pret mee zullen hebben. Een pony met ponywagen. Hoe is dat? Oh, kijk, doet wel. Dit. Els, luister eens. Els, luister eens. Het is de... Nou, hebben we geloof ik... Is dat een broer? Een van de 8? Ja, kom er even bij staan. Dat is moeder. En dat is vader. Els, heb... Kom, ja, kom maar. Alles erbij. Els, luister eens. 1 ding. Mag ik even wat vragen? Is er nou... Het is de 25e uitzending en we hebben er lol in. We doen wat geks. Ik ben door het dolle heen. Is er nou nog iets waar je de pest over in hebt dat je het vergeten bent? Wat je hebt zien staan en wat je je nu weer herinnert? Heb je niet zoiets heel langs... Ja, een hele lange worst. Nou, dan krijgt de familie de Jong toch die hele lange grote worst. Wat zullen we nou krijgen? Ja, als iemand hem opeet, dan is het de familie de Jong. Het is mijn jongste dochter, Mies. Hallo, dag. Dat is Marianne. Zeggen, de rest is thuisgebleven? Ja, 2 ben er thuisgebleven, ja. Ja. 2 getrouwden. En 2 getrouwden. En 1 die moest werken, geloof ik, die verpleegster. Oh, daar zit er nog eentje. Hier komt de worst, leg hem niet te dicht. Kan die... We leggen hem... Nee, niet op de grond. Kan die hier bovenop, jongens? Wacht even. Ik hou dit mens vast. Ja? Daarover. Familie de Jong en Els. En dames en heren in het land. Wij gaan afscheid van u nemen. 1 van de 8 is voor dit seizoen voorbij. Waar bent u? Oh, daar. Wij vonden het erg prettig. Hopen dat u ook een fijne avond heeft gehad en een fijn seizoen samen met ons. Wie weet zien we elkaar nog een keer terug. Hartelijk bedankt voor al uw hartelijkheid. Hele prettige zomer voor u allemaal. Tot ziens. Dag.